Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mike's Reviews. Vandaag is het eindelijk zover. De wereldkampioen, Peter Wright. Vandaag gaan we zijn darts testen. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Hoeveel setjes heeft hij eigenlijk? 5, 6, 7. Vandaag gaan we 7 pijlen van Peter Wright testen. Aangezien die elke worden wisselt, gaan wij dat ook doen. Ik welkom bij Mike's Reviews. Peter Wright, ik heb even 6 setjes apart genomen. Dit is het setje waar hij de eerste keer wereldkampioen mee is geworden. Dit is het setje waar hij de tweede keer wereldkampioen mee geworden is. En dit is het setje waar we Peter Wright recent nog mee hebben zien gooien. Dus ik ga even deze 3 setjes even apart leggen. De rest ga ik even opruimen. Die zetten we even aan de kant. Dan gaan we met deze pijlen gaan we verder. Deze pijl, Peter Wright is hier voor het eerst wereldkampioen mee geworden. We gaan hem even onder de loep nemen. De Peter Wright 90% tungsten parts. De World Champion Edition. Het is degene met de regenboogkant. Hier het middengedeelte speciaal voor Peter Wright gemaakt. Met die lusjes. Daar heeft Wright speciaal aan gevraagd. Dan gaan we even kijken naar de pijl die we het meest zien terugkeren bij Peter Wright. Degene met de gouden grip. Wat eigenlijk meteen opvalt is dat dit enorm ruw is. Dit gedeelte is zo enorm ruw. Hier kan je bijna niet van afglijden. Daarom zie je Peter Wright ook nooit met een doekje zijn hand drogen. Ik denk dat deze pijl heel specifiek is gemaakt voor Peter Wright, aangezien je dit niet vaak ziet. En ik denk dat deze grip wel heel snel zal slijten. Dan gaan we kijken naar het laatste setje. Die zien we iets minder terugkeren. Maar het is wel een veel voorkomend setje. Dat is deze. En wat eigenlijk opvalt met deze pijl, dat heeft deze pijl ook, is dat ze alle twee in het midden precies een stukje hebben waar Wright ze vastpakt. Alleen het frappante is, hier zit heel veel grip op dat punt en die zit er hier niet. Zoals je ziet, hier hebben we de 3 pijlen van Peter Wright. Dit is waar hij wereldkampioen mee is geworden. Dit is het tussenstukje wat ik zeg. Als je dat hier naast elkaar legt, pijlen, valt het op dat dit gewoon echt een compleet andere pijl is. Qua barrel niet en qua afstand, maar vooral het grippuntje. Je hebt hier 3 stukjes, maar hier kan hij veel meer met zijn vinger doen. En dit is ook een stuk ruwer. Als we dan die andere pijl erbij gaan pakken en ik leg de punten tegen elkaar aan, dan zie je dat het gedeelte wat terugkomt, al in de middenkant is waar hij hem vastpakt. Alleen wat opvalt is dat het alleen bij de middelste pijl met heel veel grip is. En dat er hier maar 2 ringetjes zitten en dat het hier gewoon kaal is. Dat kan misschien wel zijn de reden waarom hij zoveel wisselt. Omdat hij altijd grip op zijn handen zoekt. Ik ben benieuwd hoe ze naar dat bord vliegen. We gaan beginnen met de wereldkampioenpijlen van Peter Wright. Ik ga eens kijken hoe ze vallen. Zoals je zag is het gewicht mooi verdeeld in het bord, in de pijl. Zodat de pijl mooi recht in het bord komt te staan. Het effect met deze pijl is wel als je hem heel erg aan de voorkant pakt, dat de pijl heel erg gaat hangen. Dus op het moment dat je hem iets meer naar achter pakt, gaat de pijl iets rechter in het bord komen te staan. Ik ga het nog 1 keer voordoen. Natuurlijk nu 6 keer gegooid. Gaan we natuurlijk meteen een ander setje erbij pakken. Het zal de pijl ook wel gewend zijn. Gaan dezelfde manier proberen. Wat je eigenlijk meteen voelt is dat je eigenlijk heel snel over de grip heen glijdt. Dus ik denk dat als je handen wat natter worden bij deze pijl, dat ze dan heel snel weg gaan glijden. Als je ziet vliegen ze ook iets directer. Ze voelen ook iets lichter aan, terwijl het hetzelfde grammage is. En ze staan iets hoger in het bord, omdat er iets minder gewicht aan de voorkant zit, dus daar leunen ze iets meer naartoe. Maar je ziet, het staat ook weer heel recht in het bord en de pijl lijkt toch wel heel erg op die andere. We gaan het nog 1 keer proberen.
Dan gaan we net als Peter Wright, we hebben weer 9 darts gegooid. Gaan we naar het laatste setje toe. Het setje wat we eigenlijk het vaak zien terugkeren. De gouden griprand. Ik ben heel benieuwd hoe deze steenrand valt. Het voelt echt heel veel grip aan. Ik ben benieuwd of hij wel uit mijn hand komt en dat hij niet blijft hangen. Het valt me eigenlijk mee hoe hij uit mijn hand glijdt. Je voelt wel dat hij heel vast in je hand legt. Door eigenlijk een beetje het stenen griprandje. Het lijkt eigenlijk een beetje op de grintegels in de badkamer bij sommige mensen thuis. Daar kan je denk ik het beste mee vergelijken. Het van die hele rauwe tegels. Op het moment dat ik hem in het midden vastpak, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als wat je bij die andere setjes ziet. Dat hij heel vlak mooi in het bord komt te staan. Het enige nadeel is hoe langer de shaft op deze pijlen, hoe eerder die gaat hangen. Ik denk dat als je deze pijlen iets zwaarder neemt, dat ze iets mooier in het bord gaan staan. Deze zijn vrij licht. Het is 21 gram bij Red Dragon. Ik denk dat de conclusie van deze pijl toch wel is dat de laatste pijl het meeste grip heeft. Maar de eerste pijl toch het lekkerste in de hand ligt. Goed, we gaan even kijken bij de review wat we ervan vinden. De Peter Wright darts. Eindconclusie. Hele fijne darts, maar wel wat voor de specifiekere dartspeler. Ik raad deze pijlen niet heel snel aan, maar dat is een persoonlijke keuze. Omdat de grip heel raar is op de pijlen. Zeker met de gouden pijlen kan je niet zo heel veel. Met die wereldkampioenpijlen van de eerste keer, die wat rainbow color-achtige pijlen, kan je wel wat. Die zal ik zeker een keer testen. En die andere pijl voelt een beetje leeg van binnen. Net of er niet echt wat in zit. Misschien kan het bij een ander gewicht anders zijn. Goed, ben je nou nieuwsgierig geworden naar deze pijlen? Deze kun je testen bij de mooiste dartszaak van Nederland. Dartshop binnen Nederland, waar het personeel altijd voor je klaar staat met verstand van darts. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer dan even op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Doe even een duimpje omhoog, dat heb ik geleerd op de YouTube-cursus. En laat achter welk materiaal jij wil zien in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Mike's Reviews.